Goedemorgen. Fons, dit is een enorm leuke camper. Daar willen wij even kijken. Nee, wij moeten naar Willem. Ja, dag, die Willem. Dat kan wel even hoor. Ik vind Willem wacht toch wel even op ons. Ja, dat vind ik ook. En we zijn op tijd. We zijn op tijd toch? Ja. We zijn op tijd of niet? We hebben tijd zat. We hebben tijd zat. Bas zegt dat we tijd zat. Nou, dan is het goed. Mooi. De juiste kleur ook vind ik. Ja, dat is dus pas perfect bij ons. Weet je wie hier woont? Nee? Ad en Anja. Ad en Anja? Maar ze zijn er niet, hè? Zullen we even binnenkijken? Hallo. Er is echt niemand. Bel, als wij nou met deze camper willen gaan toeren door Nederland, zouden onze letters er dan op passen? Nou. Zullen we eens proberen? Als ik nou eens even de camper was, want Anja was ermee bezig, denk ik. Anders worden de letters vies. Dat is niet fijn, hè? Even leel doen. Hallo, jullie zijn gehalveerd. Ja, Jumbo is eraf. Kunnen. Zeg, nou, Anja. Hallo. Zeg, Willem. Wat leuk. Wat een verrassing. Ja. Nou, we moeten even onze excuses maken natuurlijk. Hè. Oh. Even over de camper. Hè. Wij zijn zo brutaal geweest om hem te wassen. Ja. Ja. Dat is niet erg. Nee. En nou willen we eigenlijk letters er ook een beetje op plakken. En hoe gaat het dan? Ja, nou, wij willen even weten of als wij met dat ding door Nederland gaan toeren... Ja. Of dan die letters wel staan. Nou, je mag even kijken. Of het past. Ja. Mensen zijn het toch? Hè? Wij zijn dus eigenlijk waren we op zoek of op weg naar Willem. Ja. En we hebben hier de cameraploeg. Dus Bas, dus Fons en dus Harriet. Hi Harriet. Hallo. Hallo. Ja. Ja, dus, dus die, als je denkt, wat doen die mensen die filmen ons? Ja. Dus, en ons ook. En jullie ook. Ik vind het leuk, mag het? Ja hoor. Ik heb alleen vanochtend mijn haar niet gedaan. Nou, jawel, je ziet er mooi uit. Nou, dan vraag ik me af hoe mooi je bent als het wel is gedaan. Nou, dank je voor het compliment. Ja. Jullie weten natuurlijk al hoe het is met zo'n camper. Keileuk. Gewoon de vrijheid. Hè? Vrijheid? Ja. Ja. Dus het leuker. Je kan gaan en staan waar je wil. Hey, maar jullie zijn ook daadwerkelijk al met deze camper op stap geweest. Ja. Ja? Ja. Sinds dat jullie dus gestopt zijn met jullie werkzame leven, mag ik dat zo noemen? Ja. Ja? En zijn jullie op pad gegaan met dit ding? Ja, we zijn na een week of acht, hebben we eerst alles afgewerkt hebben, zijn we 4,5 weken in Kroatië geweest. En daar hebben we heel Kroatië gehad, helemaal langs de kustlijn en overal de eilanden wat en zo. Leuk. En daarna zijn we ook nog 10 dagen naar Frankrijk geweest voor de sponsoring van de Alpe d'Huez. Ik heb hem wel een keer gefietst, twee keer gefietst. En jullie zijn de Alpe d'Huez geweest omdat iemand mee fietste? Ja, van de winkel nog hadden we nog een ploeg die mee fietste. Ah. Onze zoon en schoonzoon ook. En zodoende hebben we gezegd, dat wil ik meemaken. Want 2 jaar geleden heb ik het niet mee kunnen maken. Toen waren we net aan het ombouwen naar de Jumbo. En dat heb ik toen gemist. Is Anja alleen geweest met onze zoon. Dus ik moest het ook nog een keer meemaken. Ja. Het was wel een belevenis. Het is wel intensief en ook heel emotioneel. Nou, dus het kost wel ook energie. Ja, ja je ziet er van alles natuurlijk. Ja. Hè? En verhalen hoor je er zo. Is het ultieme geluk om met de camper te Volgens rijden? Volgens mij wel. Voor ons? Het is een stukje een andere manier van vakantie vieren weer. We hebben dat nooit gedaan. Dus. Dat wou ik zeggen, een andere manier hebben jullie niet, want je hebt nooit vakantie gehad. Ja, we hebben wel eens ooit vakantie gehad, maar nooit campingachtige manier. Niet. Ja. Kamperen is eigenlijk niet voor ons. Eigenlijk hebben wij het nooit leuk gevonden, maar dit geeft gewoon die vrijheid. Hè. Je kunt gaan en staan waar je wilt, je stopt waar je wilt, je slaapt waar je wilt. Dat is toch wel een beetje Je eet wanneer je wilt, hè? Je bent niet afhankelijk van andere mensen. Heerlijk. Ja, veel vrijheid. Nou, als ik het zo hoor, dan wil ik er ook wel.
Ik zou er eens even binnen willen kijken. Kun je daar ook koffie zetten, Anja? Ik kan er wel koffie zetten. Ja? Lust je koffie? Nou, lekker. Ja, heel lekker. Lust je wel koffie? Nou, zal ik wel koffie zetten dan? Zij lust ook wel koffie. Koffie allemaal? Koffie? Koffie? Nou, helemaal goed. Dankjewel. Zeg maar, dan wil ik graag even kijken of de letters er toch leuk op staan. Vind je het goed, toch? Ik vind het prima. Je gaat het proberen te plakken. Die L die zal wel vallen. Het camperachtig deel is niet van ijzer. Het is niet van ijzer, nee, dat is kunst. Gewoon de auto zelf die is wel van metaal, dus daar kun je even waar de motor in zit. Hier maar een L of zo. Hier, gaat er? Ja, hoor. Fons, hebben we nog wat tijd voordat we naar Willem moeten? Nou, niet veel meer. Nee. Nou, die Willem, ja, kom op zeg. Ja, we krijgen natuurlijk ook niet elke dag de kans. Ja, hè, om, het is wel zo leuk met zo'n camper. Gaan we straks nog een stukje rijden ook? Ja, vind ik prima. Ja, het is goed weer. Dus ja, helemaal. We gaan rijden. Nou, dan bellen we Willem al. Ja. Dan bellen we Willem al. Ja, joh. Dit weer dan kriebelt het. Dan moeten we juist camperen. Ja, kriebelt het. Ja, zo zeg weer het wel, is dan Willem gaan camperen. Als het regent, er is er niks aan. Maar dit het is eigenlijk warm, hoor. Eerlijk gezegd. Ja, ga even iets uittrekken. Ja, alleen de jas, hoor. Ja, maar ik bedoel, als we toch niet naar Willem gaan, heb je je bondje ook niet nodig. Mooi hier zeg. Oh, leuk. Bel. Atting. Echt vakantiegevoel. Ja, dat is perfect zo. Jullie kunnen dit doen omdat jullie een hele succesvolle zaak gerund hebben. Hoe is dat nou begonnen? Hoe komt iemand erbij om een supermarkt te beginnen? Ja, dat is puur toevallig zo ontstaan. Ik ben vroeger, ik was slager en ik heb gewerkt de laatste 2 jaar voordat we zijn begonnen in een supermarkt in Vught in de slagerij. En die eigenaar die zei na 2 jaar, toen ik daar 2 jaar werkte, van dat hij eigenlijk wou stoppen. En dat was ook binnen 14 dagen rond. En meteen eigenlijk heel snel ja gezegd. Anja werkte toen de tijd bij De Jong in Boksel in de supermarkt. Dus we hadden allebei die supermarkt ervaren. Ik wilde eigenlijk kraamverzorgster worden. Is het zo, Anja? Maar de opleiding zat vol en dan ga je toch maar een baan zoeken. Ja. En altijd gezegd van ik wil wel ooit iets voor mezelf. Dus... Ja, en dan is het maar net wat er op je pad komt en je groeit er dan in. Hè? Je neemt niet ineens een supermarkt over van 200 man. Nee. Je kent het winkeltje. Ja. En zo zijn we eigenlijk gestart met een heel klein winkeltje toen de tijd. Dat was maar heel klein, we hadden 4 man personeel volgens mij. Ja. En we part-timers. En zo zijn we, dat is denk ik nu ongeveer 6, 27 jaar geleden dat we dat begonnen zijn. We hebben 2,5 jaar ongeveer Vught gedaan denk ik. En toen hebben we intussen tijd, toen kochten we een huis in Liemde. En ik had in gedachten, god, als we nou in Liemte wonen, dan kunnen we over een jaar of 10 eens overnemen. Dat zou lekker dichtbij zijn. Maar toen kwam het eigenlijk heel snel, voordat we verhuisden, kregen we al te horen van een boekhouder van die supermarkt komt te koop. En die eigenaar weet dat jullie hier komen wonen. En die zou wel graag misschien willen dat jullie daarin komen. Okay. En zodoende is het balletje gaan rollen en hebben we eigenlijk Liemte gekocht en Vught verkocht. En toen zaten we gelijk op dezelfde dag van de verhuizing. Toen hebben we ook de winkel overgenomen. Dus dat ging... Tegelijk. Ja, het huis hebben wij zelf ook niet ingericht of gedaan. Dat heeft de familie gedaan. Daar zijn we helemaal niet bij geweest. Waar alles maar weken van tevoren in de doos had aan je klaargezet. Met alles erop, welke camera, welke slaapkamer en keuken moest. Helemaal georganiseerd. En vervolgens hebben wij de supermarkt toen gebalanceerd en overgenomen. En toen zijn we hier begonnen, ja. Maar dat typeert dan eigenlijk de rest van jullie carrière? Bij ons of is dat alles altijd samen. Alles samen en jullie kunnen ook heel veel samen doen. Ja, dat moet ook wel. We kunnen veel samen, we kunnen samen goed werken. We hebben allebei onze eigen taken, waar het goed gaat. En ik ben altijd degene geweest die het regelde op de vloer. En Anja was van administratie en al die dingen die eromheen hingen. Ik sta liever op de vloer en ik werk liever met de handjes. En daar had ik meer zin in. Jullie vulden elkaar wel heel erg goed aan. We hebben elkaar goed aangevuld. Ik was degene die altijd de vooruitblik had van hey, we moeten gaan ontwikkelen, we moeten investeren. Anja was de tegenpool die zei van ja, maar we kunnen niet beter een jaar wachten. We hebben pas gedaan, het kostte veel geld. Ja, maar de concurrentie doet het ook en we moeten ze voor zijn iedere keer. En ik weet nog toen wij Liemt die laatste 500 meter aangebouwd hebben achter het huis van toen de tijd van familie Terra. Ik weet nog dat we toen dat klaar was dit de meest moderne supermarkt in heel de omgeving. We hadden een flessenautomaat met flessen en kratinname. En toen de tijd zat daar wel tevreden nog, later is het lekker laag geworden. Die hadden dat allemaal nog niet. En toen was voor Liemse begrippen, was dit supermoderne supermarkt, maar ook groot. Maar dat doen al die supermarkten, die blijven maar verbouwen. Hè? Is dat nodig om erbij te blijven? Ja, dat is nodig om erbij te blijven. Dat is gewoon puur nodig.
Goeie vraag. Ik ben iemand die heel veel moeite heeft om iets onder controle te houden als het eenmaal gesetteld is. Dan vind ik het minder leuk. En ik was iemand die alles met zijn handjes zelf deed verbouwen en zo. De enige verbouwing die ik niet zelf heb gedaan in eigen handen gehouden was de Jumbo. Omdat het zo ontzettend groot was. Maar al die andere verbouwingen heb ik zelf eigenlijk als het ware geregeld en gedaan met wat hulp erbij. Ja. Dat was en goedkoper. En dan had ik zelf een bepaald tempo in gedachten van ik wil dat vooruit gaat, dat moet klaar zijn. Zo min mogelijk sluitingen. En ja, dat is ook altijd geluk. En daar was ik een beetje mee drive, dat vond ik altijd keileuk. Anja die bleef wel zo dat het een beetje spannend bleef. Hè? Dat hadden niet dat je daarvan die ga ik eens inruilen of iets, nee. Dat kwam je niet op het idee. Daar had je uitdaging genoeg aan. Ja, daar had je uitdaging genoeg aan Anja. Nou, maar dat vind ik toch wel een heel groot compliment voor jou. Want hij wil altijd veranderen. Ja. En toch is hij al, hoe lang zijn jullie getrouwd? Bijna 30 jaar getrouwd. Ja. Ja. Maar en nog steeds zo verliefd. Ik zie het hoor. Ik zie het gewoon. Ja, Belle is specialistisch. Het groeit gewoon heel erg naar elkaar toe, vind ik. Heb je nou niet één moment gehad in die 30 jaar dat je dacht van, ik loop gillend weg? Anja, jij eerst. Nee, dat heb ik helemaal niet. Het voordeel is dat nu we samen thuis zijn, want dat hoor ik ook heel vaak, van hoe, dan heb je die man heel dag op je lip. Nou, ben jij gewend? Ja, dus daar verandert voor ons niks in. Dus als mensen gepensioneerd raken en ruzie krijgen of niet weten waar ze moeten, ja, daar hebben we helemaal geen moeite mee. Waar ik wel moeite mee heb, is het feit dat altijd maar die energie vol en maar door blijft gaan. Het houdt voor hem nooit eens op. Het mag voor mij net op een rustiger tempo nu. Ik wil hem af en toe een beetje dimmen, maar dat lukt niet. Zit geen knopje op? Nee. Nog niet gevonden. Nog niet gevonden. Maar volgens mij hoef je niet meer door te zoeken hoor. Want vind je nooit. Daar vind je volgens mij niet bij hem. En alles wat ik heel mijn leven gedaan heb, dat was altijd met, ja dat klinkt raar, met de stopwatch erbij. Toen ik in de slagerij stond, toen we nog zelf de halve varkens deden uitsnijden. En zo. En dan begon ik s'morgens om 4 uur. Wou ik weten, hoeveel varkens kan ik in een uur uitsnijden? En dan deed ik dat bij jou. En die week erop, als we dan weer een partij binnenkomen, dan wou ik weten, kan ik daar nou eentje sneller in een uur? Om mijn eigen, omdat ik heel vaak s'morgens alleen werkte, scherp te houden. Ook resultaten. Wij hadden de slogan toen wij Liemt openen, toen kregen wij ook een bordje. Meten is weten. Meten is weten. Is denken is doen. Denken is doen. En daar hebben we heel het leven ook voor ons gehouden van, jongens, als je niet meet, dan kunnen verder eens niks. Nee. Ja, scherp houden. Scherp. Nou, uitdaging blijven vinden. Ja. Altijd maar weer die uitdaging ergens in blijven vinden. Ja. Die scherpte die moet je ook houden, want uiteindelijk zijn we gestopt met ruim 180 medewerkers. En dat hoeveel? 180. 180? En dat was het. Van 4 naar 180. Ja. Dat is me toch ook waar. Jezus. En dan is het meten en weten nog veel belangrijker, want als je dan verkeerd meet, gaat het ook in het veelvoudige hartstikke mis. Ja. Ik moet eigenlijk plassen, ja. Kan ook in zo'n camper. We hebben ook een douche en een toilet, ja. Ja? Ja, ik moet er toch niet aan denken dat ik midden in de nacht mijn wc-rolletje over de camping moet lopen. Nee, dat snap ik wel hoor. Het is wel heel erg fijn. Dus even kijken hoe het eruit ziet. Ik ben wel heel benieuwd. Ja. Komt toch niet zo een plasje dadelijk daar ergens te liggen, hè? Nou, als dat zo is, dan geef ik wel een bel. Is het een gat met een plank met een gat? Heel erg luxe. Een hele mooie bril en een heel mooi zitje. Ja, sorry. Dit is privé, hè? Maar ik zou wel eens willen weten waar bijvoorbeeld de winkel waar jullie in Liemt zijn gestart. Dat lijkt me leuk om te zien. Om dat die we daar even naartoe gaan. Hoe kijken jullie dat tegen? Stel dat wij even zo brutaal zijn en we lopen daar even gezellig binnen. Eens kijken of er iets veranderd is en hoe het... Er zijn nog medewerkers van toen. Echt waar? Ja. Niet van de allereerste minuut, maar nog wel. En durf je daar nog wel binnen te komen? Hartstikke. Ja? Want waarom hebben jullie destijds de winkel... Jullie hadden twee winkels, in Liemde en in Bokstel. En waarom hebben jullie dan ervoor gekozen om die in Liemde weg te doen? Dan had je toch ook gewoon die in Bokstel weer weg kunnen doen? Toen wij... Bokstel bijkochten, dat is toen geweest in de tijdperk van Lekkere Laag. Hè. Toen was het allemaal een stuk minder. De mensen gingen naar een nieuwe formule. Dat was Lekkere Laag niet nieuws. Toen was voor mij de uitdaging, wat ik straks al zei, ik moest altijd verbouwen doen, was de uitdaging eruit. Ik had een hele spliksplinter nieuwe winkel, hadden we samen neergezet. Het was groot, was klaar en dan gingen heel veel klanten weg. Nou, ik zocht een nieuwe uitdaging en in Bokstel was een winkel, die was net 6 weken oud. En die eigenaar zag het niet zitten, die zei, daar gaan we nooit winnen van Lekkere Laag. En ik geloof er nog steeds heilig in, dat als jij klaar staat voor de klant en dat je er alles voor doet, dat hij uiteindelijk toch overwint. En toen hebben we samen besloten om Bokstel te kopen. En zodoende hebben we gedaan. Alleen, vrij snel na de overname van Bokstel, volgens mij was het ongeveer een half jaar, 3/4 jaar later ongeveer. Toen is de formule van Lekkere Laag ter ziele gegaan. Toen bleek gewoon dat de hele formule nooit rendabel is geweest.
Zeker niet meer nadat ze hem verkocht hadden. Nou, was eigenlijk nee, niet veel. Nadat ze hem verkocht hebben, maar wel toen voor die mensen die hem verkocht hebben. Die heeft er goudgeld voor gekregen. Die heeft er goudgeld voor gehad. Ja. En toen ging het eigenlijk zo razendsnel en twee winkels met de omzet weer omhoog. En toen kwamen wij vrij snel achter dat ik, zoals ik straks al zei, ik was degene die altijd op de werkvloer was en met zijn handje zou werken. Ik was eigenlijk geen manager. Anja was degene van de papiertjes en alles regelen. En toen kwam ik erachter met twee winkels. We hadden daar toen de tijd volgens mij 120 man personeel. In Liemde hadden we er denk ik 40, 45, 50 ondertussen. En ik kostte aan die coach, ik kostte me op één plaats. En toen begonnen de mensen eigenlijk een beetje te mopperen, want ik zie jou nooit in Boksel. De ander zei, ik zie jou nooit in Liemd. En toen heb ik uiteindelijk gekozen van waar zit de meeste toekomst. Ja, Boksel was gewoon 3-4 keer zo groot. En ja, dat is ook gebleken gewoon dat het zeer succesvol was. Want die hebben we kunnen uitbouwen tot hetgeen wat het nu eigenlijk is. Ja. Iemand nog een koekje? Want we gaan nou rijden. Pak is dat ik goed? Nog een koekje? Ik lust ook wel een koekje. Ja, mag je dat doen? Nee, eigenlijk niet, maar ik doe het wel. Nee? Ik doe niet mee, ik ben standvastig. Nou, ik ben helemaal niet standvastig. Ja, nou, maar ja, jij moet toch gewicht blijven hebben, Al. Ja, je moet er iets voor doen, hè? Ja. Ja. Om dat toch een beetje lekker strak in het pak te kunnen zitten. He? Ja, anders gaat het allemaal flubberen. Ja, dat is niet fijn. Heb je dit al gezien? Dit is een achteruitspiegel aan de binnenkant. Ach, mag jij voorin? Ja. Ant, weet je het zeker? Ja. Ja. Zo'n stukje hout kan er wel uit. Hij zei, ga maar gauw zitten, anders komt Lel langs me zitten. Heb ik liever van niet. Lang geleden, in de zin van dat het ooit van ons was. Ja, dat is wel lang geleden, maar verder kennen we de winkel natuurlijk door en door. Ja. Toen we hier startten was het Sparmarkt. Het was eigenlijk rood, wit, blauw, het Nederlands eigenlijk. En later is Spar onderscheid gemaakt tussen grotere en kleinere winkels. Had je groen en rood, toen werden we Spar rood. Hadden we rode luifels en het was alles een beetje rood. Toen waren jullie een superspar, zeg maar. Ja. Ja? Ja, zo min of meer. Superspar. Ja, superspar. Toen is er een fusie gekomen tussen Super Club 199. Die hebben een stuk van Spar overgenomen gehad. Dus toen kwam de naam Super in beeld. Er waren grote blauwe letters. Daarna is er De Boer Supermarkten gefuseerd. Heette het Super De Boer. En als Super De Boer zijn wij, hebben wij deze winkel destijds verkocht. Hè? Ja. Als Super De Boer. En nu is het co-op geworden. Ja, weer een ik zie hier nog staan met de opening met allemaal ballonnen. Heel deze wand was dicht met ballonnen. En de alle klanten en gasten die kwamen voor de opening hadden allemaal een prikkertje met een vlaggetje eraan. En iedereen mocht de opening verrichten toen. Iedereen mocht allemaal ballonnen kopen. Leuk bedankt. Toen konden we pas door. Dat was fantastisch. Wij hebben eigenlijk ook nooit echte recepties gehouden voor hooggedienden, om het zo maar te zeggen. Wij voor onze altijd klanten. Die klanten, daar moeten we het van hebben. En die mensen, die moeten we in het zonlicht zetten. En dat is eigenlijk wel altijd voor ons... Voorop gestaan. Ja. Altijd. De klant was voor ons centraal. Zullen we gaan winkelen of... Nou, weet je wat? Doe jij nog even een praatje, ga ik even winkelen. Ja, nou gewoon bij lekkere dingen. Hè. We hebben allemaal straks allemaal honger. Dus we willen straks allemaal lekker. We gaan straks lekker pikken. We hebben allemaal lekkere honger. We hebben allemaal lekkere honger. Ja. Dus doe maar lekkere dingen. Hè. Vinden ze vast lekker. Fons? Fons, vind jij het ook lekker? Bas, vind je het lekker? Lekker. Ja, Fons, jij ook? Abel hoeft niet te vragen, want die lust alles. Is dat oud personeel, zal ik dan maar zeggen? Ja, ja niet zo oud, hoor. Medewerker, om zo te noemen. Ja, dat klopt. Ja. Toen stond ik met Ad achter het muurtje. Ja. Met Ad achter het muurtje. Ja, maar het muurtje was niet hoger dan zo. Nee, iedereen kon het wel zien. Ja, was niks aan de hand, hoor. Niks aan de hand. En hoe lang heb je voor hun mogen werken? Wij zijn in 2004 gestopt. Ja. Dus dat is 9 jaar geleden. Ik denk dan ongeveer 7, 8 jaar, denk ik. Ja, 7, 8 jaar. Ik zit nog steeds hier. Je werkt nog steeds hier. Dus ik ben nog steeds niet weg geweest. Bevalt je dan wel heel erg goed? Ja, super goed. Ja. Leuke klant hier, hè? Ja, daarom. Ja. Ik net zeggen. Liemt is mooi, Liemt, hè? Liemt is Liemt mooi. Is, mooi. Ja. Is zo'n grote winkel, want het is echt een gigantische grote winkel, heeft dat een bestaan in zo'n kleine gemeenschap? Ja, zeker wel. Dat vind jij van wel? Ja, en Abdoel, zeker wel. Hoe kijk je dat tegen? Ja, als de mensen gewoon trouw de boodschappen hier doen, en we snappen best wel dat inderdaad dat niet alles in het dorp gekocht wordt, dan heeft het wel degelijk bestaansrecht, hebben wij vroeger bewezen.
En ik denk als je het goed invult, je bent klantvriendelijk, je loopt bij de klant mee en je zorgt vooral in het dorp dat alles wat de mensen graag zouden willen of missen, dat je daar invult en zelf veel op de vloer bent en die klant durft aan te spreken en te groeten. Ja, ja, dus... Die klant is hier in Liemt vooral ons kent ons. En als je winkelt in een dorp of hier, dan moet je dat ook accepteren. Dat is ook wel een kracht van jou, zie ik een beetje. Ja, jij kent van me ook heel veel mensen. Ken iedereen, denk ik. En andersom kennen ze jou natuurlijk hier ook allemaal. Ja. Ja, dat is nou het onderscheidende dan, wat je moet zijn. Ja, ja, ja. Wat eigenlijk een beetje jullie kracht ook wel was. Of? Ja, min of meer is dat wel. Wij hebben eigenlijk van, in Boksel destijds was daar ook een grote winkel. En daar hebben we eigenlijk ook een beetje een dorpswinkel van gemaakt toen. Ja. Door ons kent ons erin te brengen, zeg maar. Ja, wij gaan straks ook nog eens even daar kijken in die winkel in Boksel. En dan ben ik heel erg benieuwd hoeveel mensen nog zo begroeten naar jullie, hè. En daar zit Inge. Mogen wij even voor? Nou, zeg! Wat voor een kraal! Fons? Fons, ga je afrekenen voor ons? Wij zitten nu in de camper van Ad en Anja. Nee, die komen niet mee. Nee, je snapt het niet. We komen niet vandaag. Dus hij is teleurgesteld wel. Ja, ik kan me voorstellen, Willem. Ja. Maar ja, we kunnen niet alles, hè. We kunnen niet alles op één dag. En Ad en Anja zijn ook heel erg leuk. En de camper is zo echt geweldig, die camper. Ik bedoel, daar kan jullie huis bijna niet tegenop. Een andere keer. Ja. Heb je je agenda bij de hand? Ja, ik hoor het. Je bladert nogal, hè? Ja. Op een woensdag het liefst. Maart 2016. 2016? Ja. Oh, is goed. Ja? De groeten. Ook de groeten van Bel? Ja. En vooral aan Maxima? Ja. Ja. En alles goed bij de kindjes? Oh, och ja. Ach, is het je gevallen? Ja, ja, ze heeft de knie open. Ja. Ah, is niet. Nou, weet je wat? Tegen de tijd dat het weer fotosessie is, is dat al lang geheeld. Willem, ik bel, hè? Ja. Oké. Okay. Dag Willem. Dag Willem. Groetjes. Doei. Hij vond het jammer. Oh, hij vond het jammer. Ben je nog een beetje thuis hier? Weet je nog een beetje alles te staan? Of hebben ze het helemaal omgegooid? Nee, dat is niet veel omgegooid. Nee? Niet meer als bij normaal bij ons ook gebeuren. Gewoon per half jaar werd er veranderd. Is nu nog veranderd. Maar ik weet het meeste nog wat te staan. Maar hoe voelt het? Of doen jullie hier nog je boodschap? Jawel. Jawel, ja. Ik doe gewoon altijd hier mijn boodschappen. Maar ja. Alleen... Het voelt voor mij niet anders. Het is gewoon of ik hier gewoon nog ben. Ik moet eraan denken zelfs dat ik niet zo gewoon iets meeneem. Ja, ja. Ja. Je moet het nou natuurlijk ook afrekenen. Ja, ja. Ja. Dat hoefde eerst. Dus dat zijn de dingetjes. Vooral naar de kinderen. De kinderen werken nog hier. Dus als we dan ooit bellen van breng dat mee of breng dat mee. Oh ja, maar die moeten wel even voor 8 uur bellen. Want anders kunnen ze niet meer betalen aan de kassa. Voorheen kon het natuurlijk al een stuk makkelijker. Dat zijn de veranderingen. Dat is het verschil eigenlijk. Ja. Alles wat kapot viel, of wat scheurde, of wat onverkoopbaar was, wat van binnen goed was, dat hebben wij al die jaren meegenomen. En onderschat niet hoe gigantisch veel dat is. En dan zien we wel aan jullie figuur, hè? Ja, en dat is nu... Je ziet nu ook dat we dat niet meer krijgen, nou! Hè? Dat is wel zo, ja. Klopt, ja. Wij zeggen lijnen, maar dat is niet, we hebben gewoon niks meer te doen. Mag ik u even iets vragen? Kent u deze mensen? Ja. Meneer Cornelissen, wat is dat nou toch? Zeg, nu valt hij door de mand, hè? Nou, dat is wel een leuke reactie, nietwaar? Ja, ja, nou ja. Daarom, dat bedoel ik. Ja? Ons kent ons. Ja. Ja. Is er de winkel veranderd sinds hun er niet meer zijn? Moet ik het eerlijk zijn? Ja. Nou, vond hun gezellig. Dankjewel. Mag ik even iets vragen? Ken jij al je klanten bij naam? Want je zegt meneer Cornelis, maar ken jij iedereen bij naam? Wij hadden 24.000 klanten, die ken ik niet allemaal bij naam. Hoeveel maar kennen jullie dat? Ad weet vaak welke auto ze rijden als hij ze ergens in weg ziet rijden. Want dan vindt hij altijd leuk als die meneer in die Mercedes of die meneer in die Golf of zo. En ja, ik zie ooit mensen ergens aan zee en denk, oh, woon je hier? Succes. Ik zie je. Shops er nog. Ja, hoe vaak hebben jullie... In de tijd dat je die supermarkt had, in al die 25 jaar, weet ik veel, hoe vaak hebben jullie een minuut gratis winkelen weggegeven? Ik zag de vraag al aankomen. In uren. Ik zat al te tellen. Doe het eens in uren. Nou, niet in uren. Dat zou weer wat zijn. 6. Ja,
6 keer volgens mij. Liem een paar keer en hier een paar keer. En hoe doen mensen dan als ze dat krijgen? Ja, dat vind ik zo spannend. Dat vinden de mensen, die vinden dat kei prachtig. We hebben meegemaakt in de Liem, weet ik nog wel, met Marcel Smulders. Die al een week van tevoren iedere keer zijn boodschap kwam doen. Die kwam zelf boodschap doen. Check. Dan ging hij helemaal de route van de winkel onthouden en wat hij allemaal wou hebben. En dan ging hij al testen voor zijn, hoe snel kan ik dat doen. En op het moment dat ze dan daar is, dan valt dat altijd tegen. En dan worden mensen zo zenuwachtig, moet ik zeggen, dat Marcel het wel verschrikkelijk goed deed. Die was echt geoefend. Maar we hebben ook wel mensen meegemaakt die van zenuwen nog een boodschappenkaartje vol kregen. Een klein mandje. Die helemaal zo gefixeerd waren op bepaalde artikelen, dat ze de hele winkel doorrenden, maar niks meenamen ondertussen. Voordat ze bij dat punt waren, ja, dan sla je weer over. Maar ik was altijd daar heel makkelijk in, want onderweg gooide ik er zelf ook wat mee in en dit en dit. Je was een beetje aan het helpen. Als ik dan wist dat de klant kleine kinderen hadden, toen hadden wij nog dvd's en video's. Daar gooide ik een paar video's in. En vlees hadden we al klaarstaan. Dat was toen nog niet voorgepakt. Ja. Toen hadden we echt nog een toonbank. Dus hadden we gewoon al een tas vlees klaarstaan en die pakten we dan van de toonbank. Dat stopten we in de karabijn. Een stukje gunning en een stukje, ja, dat is gewoon leuk. Als mensen iets willen, dan moeten ze ook iets hebben. Dan moeten ze niet met hun pakken aanslagen. Dus dan moet het ook echt zijn dat ze erover kunnen praten. En daar maakt het ook wel leuk. Het is ook een stukje reclame voor jezelf. Ja, dat is het gewoon absoluut. Hoi. Hallo. Hallo, alweer iemand. Wie was dat? Mevrouw Baaijens. Mevrouw Baaijens. Kunnen we dan nou even... Champagne zoeken. We doen Lel, anders hoort volgend jaar nog... Dus we doen deze. Ik vind de fles zo leuk. Ja, het is puur op de fles. Ja. We gaan en zo een doosje erop en ik kijk. Vind je hem niet leuk aan je? Dat is prachtig. Heel. Ik bedoel, wie verzint zoiets? Deels blauw. En nu is klaar. Waar zit dat ding? Klaar. Gekocht. Stamveldig, die binnen. Hallo. Nou, wat gezellig, hè? Wat vind je ervan om zo hier zo eens te zien? Hun hier te zien? Ja. Keileuk. Nu dat ze weg zijn, is eigenlijk wel heel jammer, want ik vind de winkel iets minder geworden sinds ze niet meer zijn. Ja, is het, maar ook een stukje persoonlijker, maar... Goed. Was persoonlijker, ja. Ja. Nou, zich gaan vervelen, mogen ze altijd terugkomen, denk ik, hè? Van mij wel. Oké, okay. Nou, dat is altijd... Nou, dat wel. Ik kan vervelen, dat voelt goed. Ja, zo is dat. Ja. Ik ben bijna in terug. Ja, ze eten de restjes niet meer op. Ze blijven altijd helemaal open. Ja, dat is een groot verschil, hè? Ja, ja, ja. Deze vindt u aan die kant. Zal ik even met u meenemen? Nou, heel graag. Nou, laten we. Nou, wat boffen we toch, hè? Nou, een heerlijk weer, hè? Zo'n mooie picknicktafel. Echt kampeerweer. Nou, we hebben heerlijk boodschappen gedaan en daar zitten we dan. Oh, mensen van het goede leven. Yes. Een glaasje. Laten we. Vertel, waarom zijn jullie nou eigenlijk gestopt? Want zoiets 26 jaar gedaan hebben en dan ben je op het toppunt. En dan opeens in de krant, hops, we gaan ermee ophouden. En voor de consument is het zo. Ja, voor jullie misschien, maar voor ons was dat niet zo. Maar wij hebben destijds, toen we van Super de Boer overgenomen werd naar Jumbo, toen was er voor ons al de vraag van, gaan we dit nog wel doen? Willen we dit nog wel, zo'n grote verbouwing en zo'n grote omslag? En nou, we waren natuurlijk enthousiast, we wilden al heel lang uitbreiden en eindelijk was dan toch het tijd van dat we vast een stukje konden uitbreiden. Dus daar hebben we wel voor gekozen, maar we hebben wel even gedacht van, willen we dit nog, hè? Ja. En dat was hartstikke succesvol en hartstikke leuk. Maar dan komt er zoveel op je dak en dan krijg je zo'n drukke periode. Want het viel ook allemaal weer gelijk met examens van onze kinderen die diploma-uitreiking hadden. En met al die zes waar ik alleen geweest ben, waar we het straks al even over hebben gehad. En dat wil je toch eigenlijk ook liever samen doen. Dus er zijn ook momenten waarop dat je wel denkt van, hey, het kan ook anders. En daarna een hele drukke periode hebt als je Jumbo wordt, want dan, je kunt nog geen vuilniszakje meer vinden na zo'n grote immense verbouwing.
En geen plakbandrolletje meer. Ja. En meteen kwamen we in de zomervakantie. Dus het vast personeel gaat om de beurt op vakantie. Je bent afgeleid. Kan allemaal regelen. Ja, dus alles moet je 10 keer zeggen in plaats van 1 keer ook. En dat was gewoon voor ons heel erg druk. En maar wel ontzettend leuk. En heel veel aandacht gekregen van mensen en de omgeving. En we genoten er ook wel heel intens van. Maar het kostte wel ontzettend veel energie. Mm-hmm. En toen was er wel een omkeerpunt. De meeste mensen weten ook wel dat we een sterfgeval gehad hebben in de familie. Je bedoelt eigenlijk je schoondochter of je aanstaande schoondochter. Die woonde samen met onze zoon en die is van het een op het andere moment doodgereden, zeg maar. Ja. Dus dan staat ineens heel leven op zijn kop. Absoluut. En dan is de zorg voor je gezin even toch wel belangrijker. Zij woonden samen? Zij woonden samen in Tilburg, ja. En zij ze was op de fiets en een automobilist heeft haar gewoon omver gereden. Was ook op slag overleden. Ja. Dus dan... Niet vattend, hè? Nee, dat kun je haast niet pakken, nee. Dus en dan komt de zorg van je gezin als eerste. Dan ga je nadenken dat er nog meer in het leven is. En we waren eigenlijk heel erg moe ook op dat moment. Waardoor... En dan komt er dan nog bij en dan ga je denken van... Dit kan ons ook overkomen. Ja. En je ziet om je heen klanten wegvallen en in je omgeving dat je denkt van ja, wie zegt ons dat we samen 60 mogen worden? En daar zijn we over na gaan denken. Ja. En daaruit is eigenlijk die beslissing ontstaan wel. Mede. Het is een combinatie van, je komt erachter van er is meer dan alleen werken, al heb je de afgelopen 26 jaar nooit geloofd. En dan heb je een bepaalde afspraak met de organisatie gemaakt toen Jumbo werden, dat we wisten op een gegeven moment van ja god. Als er een moment komt dat wij zouden willen beslissen om te stoppen, dan kunnen we het. We hebben de zaak eens geregeld. De deal was eigenlijk al rond. Dan gebeurt zo'n ongeluk. In dat half jaar daarna hebben we verschillende klanten verloren die jonger dan ons waren of net iets ouder. En die werden ook in één keer binnen een paar maanden tijd uit hun leven gerukt. En toen gingen we echt nadenken van, als dit ons overkomt, dan kun je wel een check hebben die je kunt inleveren. Je kunt alles hebben. Maar dan heb je niks. En toen we een half jaar Jumbo waren, toen we zagen hoe succesvol het was, toen hebben we ook even wat geprobeerd van, zouden we het allebei kunnen? Zouden we een stapje terug kunnen doen en toch wat makkelijker gaan leven en het aan de mensen in de winkel overlaten? Nou, die mensen in de winkel die konden het wel aan, die waren al capabel voor me, ik kon het niet aan. Ik kon het niet loslaten. En hebben we op een gegeven moment gezeten van, gods, wat gaan we doen? Ik zeg, Anja, we kappen ermee. We gaan gewoon stoppen, we zijn misschien hartstikke jong. We zien wel, al houden we het maar een paar jaar vol, dan hebben we ook altijd de mensen gezegd, ja, al hebben we het een paar jaar volgehouden, dan hebben we dat gehad, dan pak je ons nooit meer af. Ja. En eigenlijk zoals we heel ons leven samen die onderneming gerund hebben van, we doen verbouwen, we namen grote stappen, was dit misschien wel de grootste stap. Het is een kunst om ondernemer te zijn en misschien is het ook een kunst om op tijd te stoppen. Een beetje opnieuw verliefd worden. Is het om elkaar weer op elkaar verliefd worden? Nou, zo weer een nieuw begin zo. Voor mijn gevoel was dat nooit weg geweest. Nee, hè? Dat weet je niet. Maar we hebben wel niet. Meer tijd voor elkaar. Op andere manier. Ja. We waren eerst op dag en nacht met elkaar en nu hebben we meer tijd voor elkaar. Om aandacht te besteden aan elkaar. Ja. Dus snap je? Dus zonder dat er een zaak altijd tussen zit. Ja. Ontbijten met de kinderen, dat kenden wij niet samen. Nee. S'morgens. Zeker de laatste 15 jaar niet. En even gebeurt dat nu weer wel dan? Is dat nu opgepakt? Waar tijd is, proberen we dat te pakken. Maar we zijn natuurlijk steeds minder thuis. Maar we hebben er meer tijd voor. We hebben meer tijd om ook eens een keer mee te koken en te doen. Dat deden we nooit meer. Dat deden de kinderen altijd. Ja. En dat doen we nu. En zo erg dat zelfs de kinderen daaraan moesten wennen. Want die kwamen in het begin, dat wij thuis waren, kwamen ze thuis. Ja, die dachten ook. Ik dacht ik moet nog eten halen, kan kijken wat ik wil eten graag, maar dan was het dan klaar. Ja, misschien viel ze in het begin wel eens tegen. Dat was helemaal misschien niet waar ze wilden eten. Die kookte mogen beslissen wat hij zelf wou koken en nu hadden wij het verschillende keer klaarstaan. Ik heb daar wel wennis voor de kinderen, nu nog wel eens hoor. Ja. Kinderen roepen nu ook regelmatig als ik zeg dat ik het druk heb. Dan zeggen ze, hoezo druk, je hebt tijd zat, je doet helemaal niks. En van mij moeten ze meer opruimen hè, als eerst. Ja, dat klopt. Oh, vreselijk, zo'n moeder die altijd thuis is, dat moet je helemaal niet hebben. Maar nou gaan we het nog even hebben over...
waar we het vandaag met Willem over willen hebben. Oké. Okay. Want wij waren vandaag uitgenodigd om het eens te hebben over of maakt hij als koning nou verschil? Misschien is het nog te snel, hè? Is nog maar. Ja, nog pas, nou, daarom hebben we het dus, ook een paar jaar uitgesteld. Kunnen we het best weer uitstellen, maken, die vraag. Jullie het verschil, zullen we het daar eens over gaan hebben? We hebben volgens mij vandaag ook wel een beetje het verschil gezien als je binnenkomt. Absoluut. In de winkel. Ja, en ik denk dat jullie zo gedreven zijn en, hè, tot straks gezegd, de klant is voor ons gewoon alles. Daar staan wij voor, daar zijn wij voor. En ik denk dat een kracht is die jullie allebei heel erg bezitten, denk ik. En een portie ondernemerschap ook. Ja. En positiviteit, want je bent altijd heel positief. Dat vind ik wel. Dat vind ik eigenlijk ook wel een verschil. Absoluut. Want ik vind het allemaal heel mooie woorden en zo van jou, maar het is de spirit die ze in zich hebben, hè? Die het verschil maakt. Is dat zo? Nou, ja. Wij komen zomaar langs, we stappen in, we rijden weg, alles kan. Ja. We ja. zitten hier heerlijk te genieten. Ik ga nooit ergens op de koffie waar ze dan zeggen, zullen we even naar de winkel gaan en met de camper en dan gaan picknicken. Mm-hmm. Ja, ik stel het wel vaker voor hoor, maar niemand zegt ooit ja. Maar deze rust en we zitten hier heerlijk en we zijn eigenlijk helemaal niet zo ver van huis. Als jullie nou eens lopend naar huis gaan en wij hier nog even blijven zitten. Ja, nee, dan ja. Ik vind het wel leuk om hier te blijven slapen. Ja, we blijven hier leuk slapen. Ja. Weer is goed, hè? Nou, het hele team heeft jullie goedgekeurd als het verschil. Nou, dan is het altijd het leukste, de champagne. Wij hoeven niet te rijden, jij ook niet, want we blijven hier slapen. Hadden we daar een antwoord op of nog? Een stukje kunnen wij wel lopen, hè? Ja, we wandelen tegenwoordig wel meer, wij lopen wel. Via de Duiventoren en via het pontje naar het eentje om. Ah, heerlijk. Lekker wandeling voor vanmiddag. Dus het mag. En jij dan de champagne halen? Ja, die zal ik eens gaan. Ja, ja. De zon. Heerlijk. Luister eens. De worstenbroodjes! Oh! Ja. Zijn ze warm? Ja, ze zijn heel warm. Een klein beetje bruin. Maar voor mij gaat het nog wel hoor. We zijn ook zo druk aan het kletsen dat we de worstenbroodjes vergeten. Nou. Hé, ze zijn wel lekker warm nu. Ja, ze zijn heel warm. Ja! Kan de rook een beetje naar buiten. Ja. Ik wil niet veel zeggen, maar het overtje doet het goed. Het overtje doet het goed en ik denk dat ze binnen heel heet zijn. Nu in de zon al helemaal. Oh, nou, dan kunnen we eerst even champagne pret doen. Dan. Ja, we gaan eerst even knallen, hè? Ja, hoe laat je dit knallen? Ad, ben jij er goed in knallen? Mm-hmm. Hij kan zo knallen. Ja, Anja? Ja, nog steeds? Komt een beetje door de wijn, sorry hoor. Voor de mensen die het verschil maken, een cadeautje. En nou is het zo dat niet iedereen een cadeautje krijgt, want niet iedereen maakt het verschil. Nee, zo is het wel. Willem had maar moeten afwachten of hij het gekregen zou hebben. Niet gezegd hoor. Maar goed, we hebben het daarom wel bij ons. En we hebben besloten om het nou aan jullie te schenken. Het is een doosje wat het goede leven uitstraalt. Ja, het is echt begondisch. Ja. Lekker genieten van het leven. We hebben het ook maar gekregen. Ja, we hebben het gekregen van Ometinus. We hebben een tijdje op de zaak gepast. Nou, wij zijn er eigenlijk nooit achter gekomen voor zaken dat hij nou deed. Nee. Maar het was een soort tuin met allerlei mooie planten. Heel en mooi. Ze roken heerlijk, hè? Nou, ik vond het stinken. Nou, ik vond het heerlijk. Maar goed, we hebben het opgepast. Ja. En toen kwam hij terug en toen zei hij, goed op de zaak gepast. En toen kregen we dit. Ja. En wij gaan het nu doorgeven. Het is een doorgeef bedankdoosje. Nou, en het zit in de box, hè? Ah, je kent het! Nou, dus ik hoop jullie met jullie leuke en mooie reizen, dat jullie het doosje doorgeven en dezelfde inspiratie door kan geven waar het voor bedoeld is en dat die mensen het ook weer doorgeven. Geweldig. Alsjeblieft. Oh, nou, dankjewel. Bedankt voor jullie hele mooie en leuke inzet. Ja. Graag gedaan. Ja. En we mogen overnachten. Ja, en vooral dat. Ja, hartstikke leuk. En mogen we ook nog even op de foto met jullie? Oh, ja hoor. Hè? Ja? Nou. Weet je waar je op moet drukken, Fons? Doe maar, Dent. Ik zie ook helemaal niks. Nou, doe maar op de gok en dan zien we vanzelf of het goed is. Ja, doe het op de gok. Zie je mij maar op. Volgens mij heb ik hem al gemaakt. Oh, ja, doe dat nog maar eens.